I'm just saying this is the perfect place for a cold one. Ja, van Sleutel 2 is gearriveerd in Grand Stairway Escalante. Al die laagjes, erosie is het sleutelwoord hier. Het herinnert mij eigenlijk aan mijn aardrijkskundelessen, waar je dat dan steeds over die erosie hebt. En dan zie je plaatjes in je boek van deze bergen en nu ben je er in het echt. Dat is toch wel speciaal. En dan is het toch ook wel een soort zonde dat president Trump dit natuurpark wil inkrimpen. Dat wil zeggen minder publiek maken en teruggeven naar de landowners. Ja, ik sta nu op een van die hele hoge toppen en Dom staat daar op een van die andere hoge toppen. En het uitzicht is echt geweldig. Wat ik kan zien, en dan ga ik even de camera weer draaien, dat is nog mooier. Wat een vallei. Wat een prachtige vallei. Toch maar weer een etage hoger gegaan geklommen. En we zijn nu op het soort groenachtig, witgroenachtig gesteente. Deze beklimming hebben we gedaan. En daar waren we net, daar beneden. En nu zijn we dus hierboven. En dat geeft ons ook weer gelijk een beter uitzicht. Het blijft elkaar maar overtreffen. We zijn begonnen aan hike nummer 2 vandaag. We zijn op weg naar een plaatsje of een plekje dat heet Mansard. Het is een 2-mijl hike. Heen en 2-mijl hike terug, 4 totaal. En het is een hele rustige hike. Voorlopig echt maar 2 mensen gezien. Anyway, een tweede hike van vandaag op weg naar Mansard. Hiking nog steeds. Inmiddels wel opgeklommen naar een aardige hoogte. Ja, ik denk dat we nu wel iets over de helft zijn. Richting de laatste fase van de hike. Vaak weer off-trail te zijn geraakt, hebben we het toch uiteindelijk gered. We hebben de Mansard Trail voltooid. I'm just saying this is the perfect place for a cold one. And watch the sun go down. And it doesn't get better. Ik weet eigenlijk niet hoe ik dit moet omschrijven. Een soort barcode-achtige rotsen. Maar dan niet zwart-wit, maar rood. Dit. Kan je scannen en dan kan je kijken hoe duur die rots is. Hier zijn we dus bij een soort rots en daar hebben ze allemaal tekentjes in gehouden. En die zijn echt miljoenen jaren oud. Indianen hebben dat gedaan. En in deze inham van de rots met op deze hoogte. Ja, de zon gaat hieronder en het is echt prachtig om te zien om dit zo vanuit dit punt mee te maken. Je ziet daar de zon. Straks verdwijnt hij achter die bergen. We genieten hier dus van de laatste zonnestralen van vandaag. En dat doen we hier zo in Utah. Utah, we love you.